Welkom bij het GameKings kanaal van 24 februari. Een dag die denk ik een hoop mensen nog wel zich lang gaan herinneren. Omdat Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Uh, vanochtend werd ik wakker met dat nieuws. Uh, ik had niet verwacht dat het zou gebeuren. Ik dacht, die, 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 die Poetin is een beetje bluffpoker aan het spelen. Maar hij is toch echt daadwerkelijk. Niet alleen de Donbass-regio, uh, uh, maar eigenlijk het hele land is die een klein beetje aan het aanvallen. Um, heftig nieuws. Heftig nieuws waarbij eigenlijk al het game-gerelateerde gerelateerde nieuws. natuurlijk een beetje uh, verbleekt. Uh, toch is er wel een kleine. verbinding te maken tussen de oorlog nu in Oekraïne. en gaming. Want uh, zoals een hoop mensen weten, en anders weet je het nu. in Kiev, daar zit de studio GSC. en zij maken Stalker 2. En daar hebben ze in het verleden wel eens gezegd. als Rusland Oekraïne binnenvalt. en die dreiging is er natuurlijk al. Maanden, zo niet jaren. Uh, ja, dan stoppen we ook meteen met de game. Dan hebben we er niet zoveel zin meer in. Nou ja, goed. Er is nu geen nieuws daaromtrend. Dus wat dat betreft is het allemaal nog speculatie. Maar ik kan me voorstellen dat dit op een of andere manier gevolgen heeft. Bedoel, het, uh, Kiev wordt ook aangevallen, zo, zover ik het begrijp, met bommen. Uh, dat is niet het moment om uh, te gaan werken. Je ziet dat mensen massaal de stad verlaten. Uh, de verwachting is gewoon dat dit ook weer gevolgen gaat hebben voor uh, de ontwikkeling van Stalker 2. En dat is. Bijzonder spijtig. Maar goed, de oorlog zelf is een stuk erger. Dan: een andere oorlog. Een oorlog die, ja. Minder erg mag je dat zeggen, in ieder geval geen slachtoffers eist. Uh, is een oorlog tussen IA en FIFA, de World Football Organization. Uh, je weet het, um, FIFA wil 2.5 miljard dollar voor de franchise vanaf 1923. Dat is het dubbele van wat ze nu vragen. Dat is IA een klein beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Uh, ook omdat ze ja, de band met FIFA, die licentie, alsnog nogal knellend uh, zien. Uh, ze mogen eigenlijk niks. Met voetbal doen, behalve dan wat ze nu doen. Geen andere modes erin werken, niet met andere merken werken. Weet je wel, Nike, Adidas, dat soort dingen allemaal. Het is natuurlijk ook een beetje geld gerelateerd. Um, en nou heeft Andrew Wilson gisteren eigenlijk een beetje, uh, een beetje zitten stoken. Want uh, hij zegt uh, eigenlijk gewoon van: hé hey jongens, die FIFA-licentie, ik weet het niet, man. Het haalt ons echt behoorlijk tegen. Uh, feitelijk betalen we 2,5 miljard voor vier letters op een doos. Dat, dat is bijna wat hij letterlijk zegt. Uh, hij geeft natuurlijk toe dat ze samen met FIFA want die relatie bestaat al 30 jaar en uh, natuurlijk iets heel groots hebben uh, uh, neergezet, misschien wel de grootste franchise ter wereld als het op gaming gebied gaat, de meest bekende uh, maar uh, het lijkt er nu toch wel heel langzaam op uh, dat hier een breuk gaat ontstaan, want EA en FIFA uh, de onderhandelingen zijn gestaakt uh, ze moeten nog één FIFA uitbrengen in 2022, volgens mij. En wie weet dat uh, in 2023 dan de um, game gewoon anders gaat heten. Dat zou ook wel weer een shocker zijn. Um, maar ja, dit, dit is gewoon. Hè, je kan hier weer de analogie trekken met, uh, met Oekraïne uh, en, en Rusland. Uh, eerst ga je een beetje schoten voor de boeg geven. Ga je een beetje de boel. De boel. Uh, 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 ja. Een beetje, 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 beetje heftig aanzetten, op scherp zetten. En vervolgens. Uh, ja, dan, dan ga je weer een beetje terugtrekken. En dan kom je bij elkaar wel met een compromis. Nou, in, in, in Rusland is dat dus niet gebeurd. Um, ik denk mijn gevoel zegt is dat IA en FIFA uiteindelijk wel uit elkaar zullen gaan. Ik denk ook daadwerkelijk dat uh, de FIFA-reeks groter is dan alleen het FIFA-logo. En dat ze dat zouden kunnen overleven. Ik zie ook niet... snel een andere partij 2,5 miljard... neerleggen voor een voetbalgame. Laat staan... Uh, een nieuwe voetbalgame maken, want... het is fucking moeilijk. Het duurt hartstikke lang... voordat je dat weer... Uh, ja, topnotch krijgt. Dus dit is wel een probleem. Um, ook opmerkelijk nieuws, dames en heren. Uh, Call of Duty. Um, Bloomberg... kwam met het nieuws uh, als eerste naar buiten... dat uh, naar alle, alle... waarschijnlijkheid, het is nog steeds niet officieel... Uh, toegegeven, maar dat, naar alle, alle waarschijnlijkheid, uh, Call of Duty geen jaarlijkse franchise meer gaat zijn. Namelijk Treyarch, die bezig is met. Ja, ik zeg nu maar even een nieuwe Black Ops. Ik weet niet of dat zo is, maar dat ligt in de lijn van de verwachtingen. Uh, die heeft een jaar extra gekregen. Dus in 2023 geen Call of Duty, geen main game. 2022 wel, want dat is natuurlijk Infinity War. Uh, Wordt met uh, uh, Infinite Warfare. Um, en waarschijnlijk zullen ze dan ergens uh, die tijd overbruggen met Warzone 2. Dat is toch eigenlijk wel waar ze overal op draaien. Uh, het heeft niks te maken met de aankoop van um, Activision Blizzard door Microsoft. Dat kan ook helemaal. Niet, Want die deal is nog niet officieel, zeg maar. Die moet nog helemaal goedgekeurd worden. Dus Microsoft heeft helemaal geen ene reet te zeggen. Ongetwijfeld op de achtergrond, zullen ze wel meepraten. Dit is echt gewoon um, een hele simpele redenatie. Uh, het loopt gewoon niet goed. Call of Duty Vanguard heeft niet goed verkocht. Uh, de spelersaantallen van Warzone lopen achteruit. En dus moet er iets gebeuren. En uh, Treyarch heeft duidelijk aangegeven dat ze het... Uh, ja, dat ze, ze hebben gewoon meer tijd nodig. Dus metaalmoeheid in die... In, die, um, in deze franchise. En uh, net als Ubisoft hebben ze daarom besloten om het niet meer eens per jaar te doen. Maar mogelijk dus eens per twee jaar. Um, of dat altijd zo gaat zijn, weet ik niet. Maar ik vind het wel goed. Ik vind het wel slim. Want ik moet wel zeggen: de laatste Call of Duty. Ik speel het dan nog wel af en toe. Hè, gewoon de multiplayer. Maar. Het voelt allemaal wel een be beetje belegen en ouderwets aan. Het kan wel eens een beetje een frisse herstart beginnen. We gaan het dus binnenkort wel meemaken. Dan uh, nog wat kort nieuws over PlayStation. Uh, de geruchten waren er al een klein beetje. En nu is het toch denk ik wel vrij. Uh, nee, dan zijn de geruchten heel hardnekkig dat er in maart weer een State of Play komt. En uh, Nick uh, Special uh, special. Uh, hij zei natuurlijk gewoon special heten, natuurlijk. Hè? Ik zit wel heel moeilijk te doen. Uh, anyway, hij zegt inderdaad: Happy to add to what's already out there. Yes, they've got a show in March. This is supposed to be the good one. Oftewel, dit gaat een wat grotere zijn ik denk de um, nieuwe God of War en ik denk een aantal andere dingen waar ze mee bezig zijn die we dan weer gaan zien ze zitten in een hele lekkere flow op dit moment PlayStation als het gaat om games want de consoles zijn nog steeds niet te verkopen maar Killzone uh, uh, of nee Killzone, Horizon Forbidden West scoort Enorm goed en verkoopt ook gewoon heel erg lekker. Gran Turismo 7 komt eraan. Dat wordt 100% zeker ook een spektakel En uh, ik denk dat ze die lijn even lekker willen doorzetten. Gewoon maart, bam. Hè? Dan is net uh, Gran Turismo 7 uit. Iedereen uh, zit helemaal in de, in, in, in de top 5 uh, als het gaat om PlayStation. En bam dan gewoon een paar nieuwe games aankondigen. Um, ja, dat zou gewoon een heel mooi uh, 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 afsluiting zijn van een hele goede periode. Um, ja, het enige jammer is dus, maar daar kunnen ze gewoon niks aan doen. En dat gaat ook voorlopig niet veranderen. Dat de PlayStation 5 nog steeds zo matig te koop is. En ik denk dan, om dat allemaal weer af te sluiten met die oorlog: uh, dat een oorlog tussen Rusland en Oekraïne en daarmee Rusland en het Westen. Je ziet al, de gasprijzen, weet ik allemaal allerlei ellende die op ons afkomt, uh, dat het er ook niet beter op gaat worden. Dus uh, dat is wel een jammer. Maar ja, mocht je een PlayStation 5 hebben, good times.